eventjes mijn beeld, dan kan ik zien waar ik naar zelf. Nee. Ja. Nou, kom. Ja, zo wil ik hem. Oké, even het geluid nog. Oké. Nou, ik ben helemaal blij, want ik heb mijn nieuwe potlood daarbinnen. De 150 nieuwe, of ja niet, dat is letterlijk, de 150 potloden Derwent Chroma Flow, waarvan er 72 al uit waren. 28 zijn erbij gekomen die ook al los in de handel verkrijgbaar zijn, dus die kun je eventueel los erbij kopen bij je 72 die je hebt. En dan zijn er nog 50 die nu exclusief uitgebracht zijn. En wat ik begrepen heb, zijn ze achter de schermen wel druk bezig om die straks ook los verkrijgbaar te krijgen. Maar voorlopig zijn die 50 kleuren alleen maar in deze box te verkrijgen. En ik ben met mijn kleurenkaarten bezig en ik dacht, dat kan ik misschien wel filmen. Dan is het meteen duidelijk voor degenen die ook geïnteresseerd zijn in deze potloden, welke kleuren nieuw zijn. En ik ga morgen, het is nu 3 mei, morgen is het al 4 mei, ga ik in de groep van Hobbyvision live op Facebook. En dan gaan we nog verder over deze kleurpotloden hebben. En dan ga ik ook kleuren. Nu ga ik alleen de kaart afmaken. Nou, als je hem openmaakt, dan word je helemaal blij. Dan heb je er allemaal kleurtjes op, ja, van geel zo overlopend. Ik vind altijd zo mooi als dat zo licht. Ik heb er al een aantal geslepen. Dat zijn de nieuwe kleuren. Want ik doe mijn kleurenkaart altijd maken met scherpe punten. Dat vind ik fijner. Dus vandaar dat ze al niet allemaal even groot moeten zijn. Het ene slijpen ging iets soepeler dan het andere. Bij sommigen verloor ik al een punt. Maar dat kan gebeuren. En er zit anders ook nog een plasticje omheen. Maar daar heb ik natuurlijk nu al eraf gehaald. En dan zitten er 3 lagen potloden in. Kijk, dit zijn rustig. Eerste laag, hier hebben we de tweede laag en de derde laag. Nou, schop ze even terug. Dan kan ik deze even aan de kant zetten. Want dan heb ik hier mijn kleurenkaart. En ik heb mijn kleurenkaart, deze kan ook even aan de kant, nog even nodig. Ik heb er 2, die heb ik bij Etsy uitgeprint, of gekocht en uitgeprint. Die kan je dan downloaden, dat was 2 euro zoveel geloof ik. Ik heb die met de 100 kleurtjes. Dus dit is dan de kleuren die je zo meteen al los kunt aanschaffen. En ik heb die met de 150 gedaan. Dus dan heb ik straks een mooi overzicht welke kleuren ik allemaal heb. Nou, wat heb ik hier gedaan? Ik heb de 72 kleuren die al uitgebracht waren. Die heb ik hier al ingekleurd. Ik denk, ja, daar hoeven we allemaal niet te zien hoe ik dat doe. Ik kan ook nog een klein beetje inzoomen. Denk ik. Even kijken. Ja. Even zien of dat die zover genoeg is. Ja, dat is beter. Hè? En nou wil ik eigenlijk nu de nieuwe kleuren er nog bij zetten. Daar heb ik sterretjes bij gezet. Want dan weet ik straks, als het allemaal ingekleurd is, welke de nieuwe kleuren zijn. Dat leek mij wel een handig systeem. Nou, je ziet dus her en der gaten erin. Die zijn nog niet gekleurd. Dus dat zijn dan de nieuwe kleuren. Dus ik moet eerst hebben lemon. Dat is deze. Dus de 0030. Dat is dus een nieuwe kleur. En ik denk dat het leuk van deze nieuwe kleuren is. Dat je nog iets meer kleurovergangen kunt maken. Zeg maar. Dat het blenden daardoor nog wat makkelijker wordt. Bij sommige kleuren zal best wel wat verschil tussen. En dan is blenden moeilijker, hè? Dan heb je ook meteen, ik heb deze geprint op de schut, de rode schut. Dat is een beetje grover papier, maar wel ook wit. En ik heb mijn 150 geprint op de dalen en rauni. Dat zijn eigenlijk beide papiertjes die fijn zijn om op te kleuren. Kijk, en dan doe ik meestal zo die hoek hier, dat doe ik hem echt dicht kleuren en hier hou ik hem licht. Nou, je ziet inderdaad, als je nu deze 3 kleuren met elkaar zou blenden. Ja, die zitten mooi dicht op elkaar, dus dan kun je daar mooi een kleurverloopje maken. Nou, dus dat was de lemon. Dan gaan we naar pineapple.
Even zoeken waar ik hem heb zitten. Dit is de setstop, dit is de pineapple. De pineapple. De 0140. Pineapple is ananas, toch? Ja. Ja, ik ben echt gek op kleuren. Ik kleur eigenlijk elke dag wel. Dus ja, als er dan nieuwe kleurtjes uitkomen, dan ja, kan ik eigenlijk niet weer staan om het aan te schaffen. Ja, het is natuurlijk niet goedkoop. Deze doos was €200 bijna. 199. Bij Hobbyvision heb ik hem aangeschaft. Is nu in de aanbieding. Actieprijs. Ik zal de link straks onder mijn videootje zetten. En je kunt kiezen of dat je de 28 nieuwe kleuren aanschaft. Of dat je zegt, nee, ik wil toch ook die 50 exclusieve kleuren. Dan heb je deze doos. Nou, de Sandstorm is de volgende. Kijk, hier ga je deze kant weer op. Naar een ander kleurverloopje. Nee. Mocht je dit soort video's niet interessant vinden om te kijken, dan hoef je natuurlijk niet te kijken. Het is natuurlijk niet de allerleerzaamste video, maar toch misschien wel leuk voor de mensen die nog twijfelen of ze deze potloden willen aanschaffen. Dat je meteen ziet wat je dan aanschaft. Dat is natuurlijk wel handig, hè? Zie je, dit is deze kant op. Deze twee bij elkaar zijn ook weer mooi met elkaar te blenden. En dan zou je daar die Golden Sun bijvoorbeeld bij kunnen doen. Dus deze drie kleurtjes maken je gele paletje wel completer. En dan heb je daar bij die 150, daar zitten natuurlijk dan nog weer tussenkleuren bij. Dan is die helemaal compleet. Ik heb nu nog geen lijstje. Ik ga nog een documentje maken met dat ik echt de kleuren opschrijf welke de nieuwe zijn. Die zul je in een volgend filmpje zien. Dan kan je er eventueel een... Kijk, als ik dit zo eventjes neerleg, straks dan kun je er ook eventueel een sprintscreen van maken. Hè? Je ziet bij die sterretjes zijn de nieuwe kleuren. Nou, dan moet ik naar de Orange Crush. Deze. Dat moet ik niet laten vallen. De 0415. Ja, het zijn echt allemaal maar kleine kleurnuances die er nu tussen komen. Die je dus kunt gebruiken. Om met een paar potloden ja, naar een mooi resultaat te komen. Hè? De Orange Crush zit er nu tussen. Dan gaan we naar de Sangria. Dat is altijd lekker, Sangria. Ik maak mijn kleurenkaarten dus ook meteen op papier waar ik ook op kleur. En dan zie je natuurlijk het beste hoe de kleur uitpakt. Deze is ook weer een tintje donkerder dan de Pompeian Red die er voor staat. Dat is toch leuk hè, al die kleurtjes. Ben ik nog in beeld aan het kleuren? Ja. Zullen we er nog niks aan? Hè? Dan zien jullie nog niet de kleur. Het is wel te zien hè, dat het tintje donkerder is. Ja, dan hebben we nog Turkish Delight. Die is weer wat lichter van kleur. Die zou dan weer bij die Salmon passen. En zo'n kleurenkaart maken kost echt wel even tijd. Maar dat is zo fijn als je straks een plaatje hebt. Dan kan je echt in één oogopslag zien welke kleuren je moet pakken.
Want de punt is niet altijd ook echt de kleur van het potlood. En deze al helemaal niet. Kijk, als je dit hier ligt, dan denk je van, oh, dat is een mooie. Dus je moet echt even tijd investeren om een kleur klaar te maken. Of wat ik zeg, je maakt een printscreen zo meteen van het filmpje. En dan heb je het ook een soort van kleurkaart. Nou, deze is nu klaar. Kijk, dit zijn echt allemaal heel mooi opeenvolgende kleurtjes. Dan gaan we naar Cerise Pink. Eens even zien waar ik daarmee ben gebleven. Salmon. Cerise Pink. Ja. Oeh, dat is een mooie. Dat is denk ik wel eentje waar ik veel mee zal kleuren. Ik ben echt wel van de roze. Deze is wel zuurstokroze, denk ik. Kijk. Ja. Toch denk ik mijn favoriete kleur. Samen met die magenta. Ik zie het alleen maar voor me dat die mooi bij elkaar blenden. In mijn videolijst staan al echt een aantal video's dat ik aan het kleuren ben. Met allerlei merken potloden, want ik ben nu dan met de Goma Flows bezig. Maar ik heb van Derwent ook nog andere. Ik heb daar ook nog de Colorsoft van en de Lightfast. Dus daar heb ik ook wel een filmpje mee staan. Even kijken, Cerise Pink. Nou, dan ga ik naar de Jazzberry. Ik ben ook een grote fan van de Polygonos van Faber-Castell. Dit zijn trouwens potloden op waxbasis. Zo is elke een andere samenstelling. Bijvoorbeeld de Lightfast van Derwent is op oliebasis. Ja, hoe dat allemaal precies zit, dat weet ik allemaal niet. Maar daarmee krijg je dus toch weer een andere beleving van kleuren. Dan kleur ik altijd op dezelfde manier. Ik begin altijd van donker naar licht. Dat doe ik met elk potlood. Dit is een vrij harde punt. Vind ik ook altijd wel fijn. Dat het niet te zacht is. Kijk eens hoe mooi hier bij elkaar. Ja, dit is echt een. Hier kun je een hele leuke kleurencombinatie van maken. Dusky Purple. Nou. Dan gaan we naar de paarstinten. Ook mijn favoriete kleur. Oh, dat is een hele mooie donkere. Mooi, hele donkere. Dat is wel mooi om mee te beginnen in zo'n bloem bijvoorbeeld. Zo'n donkere aanzet. En voor haren zou deze ook kunnen. Ik zit momenteel een beetje in de bloemen dingen te kleuren. Maar op zich vind ik plaatjes met waar een vrouw op staat, waar je die haar in kunt kleuren, vind ik ook altijd wel leuk om te doen. Ik maak het straks wel iets beter als het, ik vind dat het Hollywood Pink. Nou, wat zou dat zijn? Hollywood Pink. Gaan we nog door. Kijk, dat is weer een andere. Want die zou ik dan weer meer naar die gaan combineren. Maar goed, hij zit op deze plek op mijn briefje, dus. Naar deze kan weer naar deze, denk ik. Naar de orchid. Ja, dit is ook een gaaf kleur. Ik doe meestal niet zo heel veel met oranje en rood. Ja, dat zijn ook mijn kleuren niet. Al moet ik wel zeggen dat ik morgen in de live wel met oranje ga kleuren. Alhoewel, misschien pas ik het nog wel aan, want nu heb ik natuurlijk de nieuwe kleurtjes. Zo. Dan komt daar de White Mauve.
Ja, die past hier weer mooi bij. Kijk, daar nog zit weer een mooi. Kijk, zie, dat is een nieuw kleurenpaletje deze. Of het weer net even een tussenkleur paars. Beetje. Het is echt roze. Het is echt paars. En dan ja, dit zat er tussenin. Hier is iets grover dan mijn andere velletje, dus hier blijft wel meer wit tussen zitten. Dat is dan nu niet erg, maar het is niet per se mijn favoriete kleur of papier om mee te kleuren. Ik zag dat iedereen deze gebruikt, dus ik denk, die moet ik dan ook even gaan gebruiken. En ik had die in huis, dus maar ik heb liever nog iets gladder papier. French Mauve. Deze drie bij elkaar zullen een mooi resultaat geven. Alhoewel ik ook intussen wel, ja, ik kleur zoveel, ik durf ook wel met iets grotere verschillen te kleuren en dat naar elkaar te blenden. Maar deze, die en dan die en dan die, en dan zou je eventueel nog die orchid erbij kunnen doen. Nou, dan zit je. Goed toch? En de amethyst. De amethyst. Even zien, die heb ik hier niet. Daar heb... zit ik Hollywood, Wildberry. Mardi Gras heb ik. Oyster. Wacht even, zit bij mij. De flut. French Mauve. Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ah, kijk, hier heb je het al. Mardi Gras is dit. 06-0960. Die heb ik helemaal niet eens. Oh, die zit natuurlijk in die andere. Oh, ik heb een foutje gemaakt. Ik heb een foutje gemaakt. Heel even kijken hoor. Die amethyst zit natuurlijk hier. Ja, heel even wachten. Ik heb een kleurfout. Ik moet deze hebben, French Mauve 075. Dus dit is niet de goede kleur voor deze, die ik net gekleurd heb. Die hoort hier helemaal niet op. Dat komt, ik heb meerdere punten aangeslepen, natuurlijk ook al van die van 50. Ik heb trouwens bij deze, ik zit nou met een andere gum te gummen. Je krijgt nu op het moment een elektrische gum erbij. Bij je, kijk, die gumt automatisch. Die krijg je nu bij je set erbij als je hem koopt. Oh, kijk, ik heb geluk. Ik kan deze erin zetten. Dat is de French Mauve. Ik had net per ongeluk de Mardi Gras. Maar die wordt bij die van 50. Die exclusieve 50. Maar kijk, als ik die dus uitgum, dan krijg ik deze. Dus, nou, dit zijn ook drie mooie bij elkaar, hè? Dus dit is even opgelost nu. Dat was even een verkeerde kleur. Ik ga naar de amethyst. Even goed opletten dat ik de goede pak. Amethyst, ja, die hoort hier wel nog bij. Ja, als je 150 kleuren hebt, dan kun je nog wel eens mispakken, maar de kaart klopt nog. Even checken of ik die andere, die Hollywood Pink en die Light Mauve wel goed heb gepakt. Dus dan laat ik kleuren zien die er helemaal niet in zitten. Die komen lekker op die andere kaart. Zo. Heel eventjes snel nog.
Ik moet Hollywood Pink had ik, hè? Hollywood Pink en Light Mauve. Ja, zie je, die Light Mauve is ook niet de goede. Kijk. Hollywood Pink klopt wel. Dit is, die klopt wel. Maar de Light Mauve heb ik de verkeerde gepakt. Dus deze, die zit er helemaal niet in. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet handig, hè? Dat moet deze zijn. Dus dat is een licht paarse. Zo. Doe het gewoon even zo. Die kleur komt er toch wel doorheen. Dus die kleur die ik net liet zien, die moet je bij de andere 50 exclusieve kleuren pakken. Maar dit is ook leuk, want dit is weer meer dat je deze lichtere, die kan je wel mooi met deze doen. Dus deze drie bij elkaar zijn ook mooi. Ja. Dus het is Light Mauve en Light en French Mauve die ertussen moesten. Of Mauve. Light Mauve en French Mauve. Die twee zijn erbij gekomen. Dus die twee lichte kleuren. Dus er zat geen donkere kleur bij. Nou, nu ga ik opletten. Aztec Purple. Aztec Purple. Kijk, die past weer heel mooi bij die lilac die daarvoor zit. En ook bij die amethyst. Deze geven goed pigment af, deze potloden. Zie je ook wel dat er af en toe, dus als je echt aan het kleuren bent, is het soms wel handig om er een keukenpapiertje tussen te doen. Dat je niet, want hier, kijk, je ziet bijvoorbeeld dat ik wat rood erop heb zitten. Lagoon, dat is deze. Ik ben altijd wel blij met lichte kleuren. Dus die Light Mauve en die French Mauve. Ik vind het altijd wel leuk om te eindigen met een lichte kleur. Dan krijg je echt veel kleurnuances. Als je drie donkere kleuren op, langs elkaar gebruikt, zeg maar. Die één opvolgend zijn. Dan is je resultaat niet zo spectaculair. Als je met een lichte kleur eindigt, dan komt het spectaculair erover. Dus ik ben die Light Mauve, die zie ik mezelf wel meer gaan gebruiken. Dit is ook weer een hele mooie donkerblauw. Dus dat was de Lagoon. En dan hebben we nog de Mariner. Ja, dat is deze. Kijk, en er zit bij die andere zo meteen nog een kleur bij. Dus daarom pakte ik net verkeerd. Ik was op de grote scherpe punten afgegaan. Maar er zit natuurlijk bij die andere zo meteen nog wat tussenkleuren tussen. Dit vind ik ook een heel gave combinatie, deze drie. Meestal probeer ik mijn kleurnummers wel bij mijn plaatje op te schrijven, dat ik naar de rand al weet welke kleuren ik gebruikt heb. Nou, ik wil dat ook wel vaak vergeten. Maar ik heb wel een blaadje waar ik een beetje zo de leuke combinaties op zet. Dus dan ga ik in de toekomst proberen meer te doen. Want zo kunnen we elkaar natuurlijk, als je het kleuren gaat, laten zien van kijk eens, dit is een mooie combinatie. Dan hebben we hier nog eentje, Carolina Blue. Dat is deze. Nou, dan heb je toch wel echt een gaaf blauw kleurenpalet met deze. Dus ja, zeg jij, ik vind die 150 aanschaf, want ik heb die 72 al. Ik ga echt geen 200 euro betalen om eigenlijk de helft ervan nieuw te hebben. Dan heb je met deze 28 nieuwe, die kan je dan ook los bij elkaar kopen. Echt al wel weer een volledige reset. Net even wat tussenkleurtjes erbij. Zo, de Carolina Blue. Nou,
Dan hebben we nog de Oriënt. Die is deze. Die zit er dan ook weer net tussen qua kleurnuance. Zo weer. Ik draai met mijn kleurkaart ook alle kanten op, net als met mijn kleurwerk. Hup. Zo. Dan Caribbean Green. Eens even kijken. Caribbean Green hier. Daar is hij. Die past hier weer tussen. Ja, zie je? Zo is je kaart completer. Ja. Dan gaan we naar de Olivine. Zit hij in deze er al in? Of moet ik naar de volgende? Ik moet naar de volgende. Ah nee, dat is Olive Yellow. Even kijken hoor. Die zit hier niet in, dus ik moet naar de volgende. Olivine, ja zie je, die zit in deze. Dus die zit in de derde rij. Oh, die is mooi. Ja, dit is een mooie voor blaadjes te kleuren. Kijk, echt een mooie kleur groen voor blad. Zo, Olivine. En dan zit daar langs nog Light Olive. Nou, volgens mij is die donkerder dan de Olivine, zie je? Maar die passen wel mooi bij elkaar. Een mooie combinatie met deze twee bij elkaar voor een blaadje. Ja, een Light Olive. Dan gaan we nog naar de Chai. Chai, dat wordt een beetje bruiner, denk ik. De chai. Zo. En de leaf green. Nou, dan zou je ook zeggen dat dat voor blaadjes is, hè? Bladgroen. Nou, laten we even kijken. Nou, die is dan donkerder, dus dat is weer mooi voor de schaduw. Ja, die zijn dan weer, die kan dan weer heel mooi bij deze aansluiten. Kijk eens aan, hebben we bijna een complete kaart. Lincoln Green. Lincoln Green, die is dan weer lichter groen. Ah, maar die past niet. Oh, dit zijn deze drie zijn ook weer mooi bij elkaar. Want die is dan weer een tintje lichter dan die pikkel.
Ja. Leuk, mooi bij elkaar. Is ook leuk voor lege groente kleuren. Ook. Ook. Ja. Ook hier. Ik ben wel blij dat er nog een paar bruin tinten bij komen, want die vond ik hier, die miste ik hier wel een paar. Ik vond, kon hier niet echt een mooie combinatie maken. Dus ik hoop dat dat nu een beetje bij elkaar komt. Maar hier is al een mooie kleur met die mokka. Dan kun je potlood ook met elkaar combineren. Hè? Het is nou niet zo dat je per se alles van chroom af, als je gaat kleuren, kan je ook kijken bij je andere potloden. Van zit daar een kleur bij die me past. Dan gooi je ze gewoon door elkaar, dat kan ook. Saffron mango. Die hoort dan weer bij deze. En dan hebben we nog Willow. Willow zit hier. En dan daar nog eentje. Dan is deze al vol. Dan kunnen we eens even kijken waar we ervan vinden. Kijk, dit is ook inderdaad weer een ja, net een ander tintje bruin. Ik ben er blij mee. Dus met die 28 kleuren kom je al een heel eind dat je nog wat ja, leuke combinaties kunt maken. En dan hebben we nog roze kwarts. Dat is nog een beetje een roze-grijze, denk ik. Zijn die drie weer met elkaar te combineren. Dan kom ik nog een keertje doen. Een grijze combinatie bloemen maken. Oh, zo, ik hang er helemaal voor. Zo. Nou, ik leg hem even goed in beeld. Ik wacht heel eventjes tot ik zie dat hij in beeld ligt. Want dan kun je er eventueel voor jezelf een printscreen van maken. Blijf ik even uit de buurt. Want dan is dit de... Even kijken. Ja, hij ligt er precies in. Hè? Dit is dus de complete kleurenkaart voor de 100 potloden. Dus de 72 die al uit waren. En de 28 die er dus los bij te kopen zijn. Dan heb je, als je die koopt, is dit je kleurenpalet. Nou ja, is gewoon prachtig. Dus dan heb je al een complete set. Dan zitten al ja, hele mooie combinaties in. Dus dit is de 100. Nou, dan gaan we nog eventjes door naar de 150. Ik zeg niet dat ik ze alle 50 ga kleuren, want dat is misschien een beetje saai. Maar dit is dus de 150. Nou, wat heb ik hier gedaan? Ja, die is een beetje lastig in beeld te brengen. Daar heb ik 28 gezet achter die 28 losse kleurtjes. En een sterretje achter de 50, zeg maar. Dus dan heb ik straks ook weer in beeld welke ik nog wel bij kan kopen en welke ik niet bij kan kopen. Voorlopig dan nog, hè. Ik ga ervan uit dat Delbert gewoon die andere 50 ook nog gaat produceren voor de losse verkoop. En ja, als dat niet is, dan is het pech. Als de kleur op is, dan kun je er gewoon niet meer... dan kun je daar niet meer mee kleuren. Nou, wat hebben we hier nog extra? Ik heb dus die lemon al toegevoegd. Die hebben we dan net, hè? Dat hier hoort bij de 28. Maar dan heb je hier ook de Dandelion en de Soft Yellow. Had ik ook al verkeerd gekleurd. Gisteren. Dus de Dandelion. Ik denk, nou, die ga ik toch nog eventjes uitschummen en echt pas kleuren als ik het hele overzicht heb. Dus daar zitten dus nog twee tussenkleuren bij deze. De Dandelion. Of ja,
tussenkleur eigenlijk niet, want ik heb hier soft yellow. En die is weer lichter. Maar dus deze twee kleurtjes zitten dus niet bij de 28. Dus nu is mijn gele paletje nog completer. Nou, dan zit daar ook nog bij Sienna Gold. Sienna Gold. Dus dan kunnen we de oranje nog een beetje extra combineren. Ja, die past wel heel mooi langs die Golden Sun. Ik zal mijn kaart straks mooier afkleuren. Dan hebben we een beetje de kleur, hè? De butterscotch. Kijk, die past ook heel mooi langs de mango. Dus de butterscotch. De clementine. Dat zijn onze mandarijntjes, hè? Clementine. Kijk, en ik ben dus nu dus op de Dale en Rauni papier aan het kleuren. Dat is minder, ja, dat is nog gladder dan die schut. Dat zal morgen allemaal nog wel even aan bod komen. Dan laat ik ook zien welke ik heb. Papier zien. Dus dat filmpje, dat hoef je niet morgen per se bij Hobbyvision te kijken. Dat kan je ook straks hier op mijn YouTube kanaal zien. Maar dan ga ik daarna gewoon ook deze, die doe ik dan altijd achteraan zetten. Die twee zijn ook weer mooi bij elkaar. Dan hebben we nog de carrot. De carrot, even zoeken. Dit is de carrot. En zo. Ja, gaan we eens hopen dat we meer extra tijd hebben om te kleuren. Ik moet zeggen dat ik elke dag wel kleur. Ik heb eigenlijk altijd wel een plaatje ergens liggen waar ik even snel wat kan kleuren. Ik vind dat heerlijk om te doen. De carrot en de cardinal red. Kijk, en nu heb je toch echt wel heel veel nuances bij elkaar waar je echt alle kanten mee op kunt, hè? Want Cardinal Red met de Scarlet al langs. Is ook al een mooie combinatie. Dan lijkt deze ook wel een beetje op de Strawberry. Zo. Shiraz. Ja, ook een mooie rode tint. Shiraz, dat heb je over, dat maak ik straks mooier. Ash Rose. Er komt nog een kleur, een lichte kleur roze bij. Het is ook een beetje mooi voor huidtinten te kleuren, deze. Dat vind ik altijd wel heel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Huidskleur kleuren met potloden. Maar het kan wel. De Deep Vermilion. Een beetje een oranje getint. Maar dit zijn wel kleuren die je bij gezichten kunt gebruiken. Deze nu, die er nu bij zitten. Dus ja, als je dat haar kleurt, dan zou je weer wel moeten gaan voor deze doos. Zo. Dan gaan we naar de roze pink. Roze pink. Dat is nog een heel lichte roze. Dus een roze pink.
de Midnight Mauve. Ja, dat zijn die we nou... Nou komen de kleurtjes die ik net fout ging doen. Die komen bij deze erbij. Kijk, hier hebben we nog heel wat witte vakjes. Dus hier komen nog heel wat kleurtjes tussen. Wat ik al zei, ik ga straks wel mooier kleuren. Maar dan hebben we een beetje het idee. Deep Rose. Ja, voor mij zijn dit wel van meerwaarde, want dit zijn wel mijn kleuren, moet ik zeggen. En dan maar duimen dat ze bijgekocht kunnen worden, anders dan... Stopt het op een gegeven moment. Wildberry. Maar wat ik al zei, hè? Als ze zo'n potlood toch opraakt, die zijn echt niet volgende week al op natuurlijk. Hè? Doe nou net toch dat het zo snel gaat. Dat is natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment is je potlood wel op als je veel kleurt. En dan zul je over moeten stappen naar een ander merkje. Mardi Gras, ja, die heb ik dus straks gepakt. Die moet ik nu pas hebben. Kijk, maar die zitten dus in deze set. Die van 150, daar heb je meer die roze paarse, zeg maar, tussen zitten. En de Oyster. Dat is nog een lichtroze. Even nog tussendoor. Ik heb deze puntenslijper, die van Dalen. Dalen 133. Die slijpt geen hele stukken van je potlood af. Maar meer van die fijne krulletjes. Dus dat is natuurlijk wel een aanrader om die aan te schaffen. Want dan kun je langer met je potlood doen. In plaats van de gewone puntenslijpers. Hè? Want die slijpen natuurlijk echt hele krullen ervan af. Dan is je potlood sneller op. Dit is een hele lichte. Die zie je bijna niet. Nou, dus. Nu heb ik dus deze rij ook klaar. Nu heb ik echt alle kleurtjes ertussen zitten. Dan gaan we naar de volgende laag. Dan hebben we hierboven nog Light Heather. Ja, die past hier weer mooi tussen. Dus dan heb je hier ook weer handig te blenden. Deze drie bij elkaar. Die kunnen mooi bij elkaar. Dus de Amethyst en de French Mauve zaten bij die nieuwe serie. En met deze ertussen heb je nog net even een kleurtje extra. De Mauve, de gewone Mauve. Ja, dat zien we nu ook. En de Dewberry. Zou ook een vrucht zijn, de Dewberry? Wat verhoogd. Kijk, die geeft hem nog een beetje iets rozigs in zich. Ook mooi bij die Amethyst. En dan die hele lichte erbij, die zou ook nog mooi zijn. Dark Purple hebben we er nog tussen zitten. Dark Purple die heb ik hier. Ja, dus het is wel handig om eerst je potloodpunten scherp te maken. En niet te kleuren met de punten zoals ze in het box zitten. Dan zijn het een beetje botte punten. Even lekker slijpen. Oeh, dat is ook weer een hele donkere. Waar zei ik nou net? Dat die ene Midlight Blue was er? Nee, die was niet nieuw. Ik had net ook al zo'n hele donkere. Oh, dat is het. De Dusky Purple. Hier ook weer eentje zo'n hele donkere. Picotee Blue. Doe ik die naam allemaal, hè? Oeh, mooi. Dat is een beetje blauwpaars. Picotee Blue. Die kan
allemaal mooi bij de violet blue. Maar er komt nog een blue tussen. Wat zou dat zijn? Zo. Daar zit nog de Egyptian blue tussen. Egyptian blue. Het is ook wel iets paarsjes. Ik ga gewoon maar even door. Als je dit niks vindt, dan spoel je maar door of je zet hem af. Nou, ik vind het toch wel leuk als mijn kaart klaar is. Ik maak het straks wel mooier. De peacock blue. Peacock, de power, blauw. Ja, mooie heldere blauw. Die past weer heel mooi bij de mariner die we net gehad hebben. Klauwkousblue. Hoe spreek je hem uit? Die past weer heel mooi bij je. Deze serie die hier langs ligt bij de denim. Dus licht denim, eigenlijk licht denim kleur. Is ook leuk, hè? Klerenkleur is ook nog iets. Wat dat betreft kunnen we nog heel veel gaan kleuren. Nou, we slaan er een aantal over. De Santorini. Santorini. Dus bij deze zitten dus ook heel veel blauw tinten bij. Nou, ook helemaal prima, want daar hou ik ook van. Ik mag graag mijn blauw kleuren. Oh, dan druk ik te hard op mijn puntje. Zo, maak ik straks wel mooier af. Brilliant blue. Ik zit er langs. Kijk, dan wordt dit waarschijnlijk ook weer een setje die met elkaar kan. Net een slagje donkerder. Brilliant blue. En dan zit daar nog langs de blue yonder. Maar dat is weer een ander tintje, kijk. Die past dan weer meer bij die denim. En bij deze, bij die periwinkel. Deze kan donkerder maken. Zo. Dan sea blue. Sea blue. Heb ik de goede weer. Sea blue. Kijk, je ziet het, hè? Ik druk maar heel licht en er komt echt al wel mooie pigment vanaf. Nu druk ik het harder. Even om het in het hoekje aan te zetten, dat ik de echte kleur zie. Sea blue. Mineral blue. Ja, dat is wel mooi. Dat zijn een beetje die groenblauwe tinten nu. Kijk, die is dan weer een slagje donker dan die Orient die we bij die andere set, bij die losse set hebben zitten. Dus die drie bij elkaar zijn ook prachtig. De Laurel Green. Laurel, waar zit jij? Pine Green. Laurel Green. Deze moet ik eerst hebben. Dat is ook weer zo'n lichte groene. Het is een grijs groen, hè? Fields Green. Ja, er komt nog een beetje zo'n legergroene kleur bij. Nou, ik wil nou tegen haast doen. Ik moet het een beetje rustiger doen. Anders heb ik tel ik mijn potloden allemaal al naar zijn grootje. Pine Green. Past ook weer leuk ertussen. Pine Green en Mint Leaf.
Nou, we zijn er bijna. We hebben er een hoop gehad. Dus we maken het gewoon af. Ik denk dat ik, ja, 50 minuutjes zie ik. Nou, dan ben ik er nog een uurtje mee bezig. Om de kaart af te maken. En ik was al een tijdje bezig, want ik had er al 72 gekleurd. Dubbel. De mint green. Of de mint leaf was het. En de olive yellow. Olive yellow. Leuke kleur. Olive yellow. En dan ga ik hier naar de key lime. Die heb ik hier ook in deze laag zitten. En dan ga ik naar de laatste laag. Lime. Nou, pak ik de laatste laag. En dan heb ik daar nog nodig Springbud. Springbud. Lekker fris groen. En nog Jungle Green. Dat is ook wel een frisse combinatie deze met die cross green erbij. Jungle green. Nou, dan gaan we heel hoog naar beneden. De bourbon. Dan hebben we nog wat bruin tinten. Bourbon. Nutshell. Ja, ik ben wel blij met deze tinten. Die maken het wel voor de bruine combinaties nog een beetje leuker te combineren. Dus de nutshell. Dan nog de licorice. En donkere bruine. Donkerbruine biscotti. Zit hier. Die is nog niet geslepen. En dan ga ik naar de Almond Frost. Deze. Dan zit ik hier. Die heeft ook een beetje iets rozigs in zich. Dan nog de Velmist. Dat is een hele lichte grijze. Beetje koude kleur grijs. Moonrock. Die is denk ik een tintje donkerder. Ja. Dus die kunnen weer mooi langs elkaar. De Moonrock. Dan hebben we nog de Winter Lake. Die past hier mooi langs de Slate Gray. Dus ja, ik ben wel blij dat ik alle kleuren nu heb. Want nu kunnen we echt lekker gaan mixen en matchen.
Nou, voor jullie heb je dan nou een overzicht wat er in de hele set zit en wat er, wat er 28 losse kleuren zijn. De charcoal blue. Of blue gray. Dat is een hele donkergrijze. Die zie ik in andere sets ook wel eens zitten. Sommige namen komen in andere sets ook voor. Hè? Dus die kleur is dan gewoon de naam van die kleur. Heel donkergrijs. En dan hebben we nog de natural gray. Een tintje lichter. En dan heb ik er nog twee te gaan. Dan ben ik er. De silver mint. Dat is een beetje een... ja, zie je? Dat is net als die goud en die zilver. Heeft een beetje een metaliek glansje. Oh, sorry, ik ben weer even in beeld met mijn haar. Deze kleur heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus ik moet eens kijken of ik die nog ergens ooit een keer kan doen. En de ice blue. Ja, dit zijn nog twee nieuwe metaliek kleurtjes erbij. En een beetje een glansje. Nou, hoppa. Dan zijn wij helemaal compleet. Ik ga hem zelf even weer uitzoomen. Want dan kan je misschien deze... Even zien hoor. Als dat lukt. Er is hier iets. Ja, ik eerst even terug. Dit is het, denk ik. Oh, oeh. Ik heb omgedraaid. Even wachten, want... waar zit de knop van de omdraaien? Oh, hier. Sorry, ik was even een sms'je aan het weg. Of een appje aan het wegtikken. Ja, ik ben er weer. En zal even kijken of ik deze in beeld kan leggen. Dat je er een foto van kan maken. Even zien hoor. Ik ben even aan het kijken in mijn beeld. Ja, zo past hij er net op, hè? Een beetje hoger. Even aan het kijken wanneer ik goed lig. Ja, nu lig ik er helemaal op. Dus dit is de complete kleurkaart. Zoals die nu ligt. Dus dan zou je daar ook eventueel nog een printscreen van kunnen maken. Maar ik ga nog een lijstje maken wat de kleuren zijn van de 28 losse kleuren. En de 150. Nou, dan was het dit eventjes voor nu. Ja, ik ben klaar met mijn kleurenkaart, dus ik kan nu lekker gaan kleuren en ik ga me voorbereiden voor de live van morgen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!